Goedemiddag. Het is donderdag 18 juli 2024. En hier weer in Mout Mijmeringen. Want er is weer een nieuwe Jinky onder de zon. En deze keer een hele mooie Jinky 56. En die gaat van intoxication naar enrichment naar intoxication. En ja, het is een hele mooie, het is denk ik ook een hele herkenbare, tenminste ik herken me enorm in deze Jinky. En ja, afleiding. In hoeverre laat jij je afleiden in het leven? En ja, wat is dan precies afleiden? Ja, afleiden van waar het in het leven echt om gaat, maar ook afleiden van wie jij werkelijk bent. En ja, ik denk dat de verleidingen, de afleidingen in deze wereld heel erg groot zijn. TV, telefoon, eigenlijk alles in de buitenwereld. Ja, daar kun je eigenlijk door opgeslokt raken. En zodanig dat je alleen maar met die buitenwereld, met datgene wat er buiten ons gebeurt, al die drama's en al die hectiek, ja, die kun je eigenlijk gewoon opslokken. En op het moment dat jij niet, hè, ja, daar een stop, een halt toe roept, ja, dan blijven die je overvallen en dan kom je eigenlijk in een soort overlevingspatroon in plaats van dat jij zelf je leven bepaalt. En ja, ik denk daar worden we allemaal wel bij tijd en wijle mee geconfronteerd. Dat je denkt van, goh, waar ben ik nou helemaal mee bezig? En dat betekent ook dat we eigenlijk een beetje een slaaf zijn, een slachtoffer zijn van onze vijf zintuigen. Hè, onze mond, het eten, het drinken, onze neus, de geuren, onze ogen, onze oren. Op het moment dat die de baas zijn, even maar zo zwart-wit gezegd, ja, dan blijf je maar dooreten, blijf je maar doordrinken, blijf je maar naar de tv kijken, terwijl je eigenlijk waarschijnlijk halverwege denkt, waar ben ik nou eigenlijk naar aan het kijken? Weet je niet eens, maar ja, die tv staat aan, dus hij blijft aan en laat maar. Hè, dus ja, op dat moment ben je eigenlijk een beetje een victim, een slachtoffer. Ja, dat is misschien een groot woord, maar ja, je bent wel heel erg ja, afgeleid van wat er allemaal buiten je gebeurt. En als je dan vraagt van, goh, ben jij eigenlijk wel het leven aan het leiden wat je echt wil leiden? Of goh, ken jij jezelf eigenlijk? Wat wil je eigenlijk? Wat zijn je dromen? Wat zijn je wensen? Wat zou je eigenlijk willen? Ja, daar blijven heel veel mensen een beetje het antwoord op schuldig. En dat is natuurlijk eigenlijk super jammer, want ja, daar zijn wij natuurlijk wel voor bedoeld. En ja, zo leiden we ons dus heel erg, laten we ons afleiden van de buitenwereld. Maar sommige mensen laten zich heel erg afleiden door hun binnenwereld. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze een beetje in een fantasiewereld leven. Dat ze heel erg leven vanuit hun eigen perspectief, vanuit hun eigen fantasie, hoe zij het leven zien in plaats van dat ze eigenlijk zien hoe echt het leven is. Hè, dus die mensen leven volledig in een fantasiewereld. En nou, misschien dat we die ook wel kennen. Ja, die zijn eigenlijk niet verbonden met het nu, met het huidige moment, maar ja, die leven in, ik weet het niet, misschien gamen. Hè, dat is ook zo'n, goed, dat is weer wat meer het uiterlijk gebeuren. En dat is denk ik ook wel de overstimulation die wij op dit moment hebben. Wij kunnen eigenlijk geen stop zeggen tegen, wij vinden alles leuk, wij vinden alles interessant, wij denken dat we alles moeten weten. En ja, dat is oeverloos. Dat is, daar is geen stop aan. En dat vind ik ook wel een mooie, die Richard Rutte ook vaak noemt, de pleasure and pain loop. Hè, dat we van de pijn af willen en naar de pleasure, naar het genot toe. En als je in die loop zit, zit je eigenlijk ook gevangen.
Want je wil eigenlijk heel veel plezier. Je vindt ook dat je recht op hebt plezier. En ja, daar doen onze zintuigen natuurlijk enorm aan mee, hè. We eten eigenlijk altijd te veel. We drinken altijd eigenlijk net een biertje te veel, omdat het zo lekker is, omdat het zo gezellig is. En daarmee raken we een beetje het contact met ons lichaam kwijt. Want ons lichaam zegt vaak eerder van nou, doe maar even stop. Maar dan zegt iemand anders, ah, kom op, gezellig. Doe er nog één. Nou ja, doe maar, de allerlaatste dan. En dan vervolgens ga je eigenlijk net over je taxis heen. En ik ken dat in ieder geval. Het nee zeggen, nee, dankjewel, ik hoef niet meer, doe maar gewoon even wat water. Ja, dan ben je een spelbreker en ah, dat is toch niet leuk. Maar eigenlijk geeft je lichaam aan en het is wel verstandig. En natuurlijk, naarmate je ouder wordt, word je ook steeds verstandiger. Tenminste, ik wel. Ik heb eigenlijk door de week zo'n beetje de alcohol afgezworen. 0% bier vind ik ook prima, omdat ik er gewoon ook niet meer zo goed tegen kan. En ja, dan word je ook gewoon een beetje gedwongen door je lichaam om te stoppen. En ja, dat is eigenlijk de uitnodiging van deze Gene Key, als het dan ook gaat over enrichment, van wat verrijkt nou echt mijn leven? Als ik nou nog na een heerlijke lunch dat ijsje neem vanmiddag, heb ik heerlijk geluncht buiten met een groepje vrouwen. En wij zagen natuurlijk ijsjes langskomen en wij dachten, oeh, dat is ook heel lekker met zo'n toef slagroom en lekker, lekker fruit. Maar we hebben het niet gedaan, we zijn heel stoer geweest. We hebben heerlijk geluncht met een broodje en lekkere salade. En op een gegeven moment is het dan ook stop. En als we dat toetje hadden genomen, was dat natuurlijk ontzettend lekker geweest. Maar waren we ook heel moe geweest van zo'n enorme suikerboost. En hadden we vanmiddag waarschijnlijk ook helemaal niks meer gedaan. Dus wij waren heel verstandig. En achteraf ben je daar dan heel trots op dat je zegt: nee, wij nemen niet dat lekkere toetje met slagroom en ijs. We hebben heerlijk gegeten, we hebben heerlijk genoten en punt. En als je dat dan ook met z'n vieren besluit, gaat dat natuurlijk ook wat makkelijker, hè? Als er drie een toetje hadden genomen, was ik misschien ook wel overstag gegaan. Maar nee, zeiden wij, we gaan het niet doen. En de Chinezen noemen de five senses ook wel de five thieves. He, dat eigenlijk je mond de baas is, je ogen de baas is. Als ik iets hele leuke kleren zie bijvoorbeeld, denk ik ook, oh, dat is heel leuk. Ja, maar die heb ik ook nog niet, hè? Een leuk blauw vest. Nou, ik heb natuurlijk de wereld aan vesten in de kast, maar nee, dat blauwe vest heb ik nog niet. He, dus ja, dan heb ik hem natuurlijk toch gekocht. Of he, soms ook niet, dan kan ik me inhouden. Maar dan heb ik dat blauwe vest gekocht en dan was ik eigenlijk vergeten dat ik ook toch nog wel een blauw vest had. Of eigenlijk ook genoeg vesten had. Weet je, ik heb dat qua kleren. Ik heb het ook heel erg qua sieraden. Hè? Ik zeg altijd, ik heb een beetje extra ogen. Als het over sieraden gaat, ben ik ook heel vaak verkocht. Nou ja, zo hebben we waarschijnlijk allemaal bij onze verslavingen slash addictions. Of hè? Dat ons oog weer sneller is dan je verstand. Maar uiteindelijk gaat het er in het leven natuurlijk om van goh, en daarom heet dit ook een stopcodon. Dat je zegt stop, ik ben de baas, mijn spirit is de baas, wie ben ik nou eigenlijk echt? Ik ga naar binnen toe, wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat wil ik eigenlijk uit het leven halen? Hoe kan ik eigenlijk het aliveness. Word ik van meer, meer, meer wel zo blij. En zeker naarmate je ouder wordt, is dat niet meer zo. Maar ja, dat je ook echt een leven leeft in balans, in dankbaarheid. Het waarderen, dat je ook, zeg maar, het korte genieten een beetje met het op langere termijn genieten. Ja, een beetje in balans houdt. En dat je ook echt toegaat naar het echte, ja, de echte waarde van het leven.
Wat vind jij nou in het leven echt belangrijk? Wat voor waarden heb jij? En leef je ook echt volgens je waarden? En dan kom je eigenlijk ook, nou, waar hij het natuurlijk Richard Rutte het altijd over heeft. Leef je vanuit je hart? Leef je vanuit liefde? Wat zou liefde doen? Wat zou liefde zeggen? Klopt het dan allemaal wat je eigenlijk aan het doen bent? En dan merk je ook dat je wat ook subtielere gevoel krijgt. Dat je ook wat dichter kan blijven bij, goh, wie ben ik? Durf ik ook nee te zeggen tegen anderen omdat het goed is voor mezelf? Laat ik me niet heel erg leiden door wat de buitenwereld denkt, wat de buitenwereld zegt, door het nieuws, door, nou, van alles waar je heel erg door afgeleid kan raken. En kan ik, hè, mijn innerlijke hart, mijn innerlijke wijsheid vinden, hè, refinement van ook je consciousness. Kan ik bij mezelf blijven, even een momentje voor mezelf nemen en dan ook echt bepalen van, goh, wat is er op dit moment goed voor mij? En dan is eigenlijk, zegt hij, op den duur ook die discipline niet meer nodig, omdat je zo, ja, bekend bent met jezelf en zo, ja, je leven zodanig hebt vormgegeven dat het eigenlijk als in een flow is. Je hebt niet meer nodig die verslavingen. Je hebt het niet meer nodig, al die afleidingen. Voor mij in ieder geval was het heel erg belangrijk om mijn leven steeds meer te vereenvoudigen. Hè, al het plus, plus, plus hoeft niet meer. Al die overstimulatie ook niet meer. Dus goh, leef jij het leven wat je zou willen leven, wat jou verrijkt, waar je echt blij van wordt. Ja, daar gaat eigenlijk deze Gene Key over. En ja, daardoor vind ik het eigenlijk een prachtige, prachtige Gene Key. En ja, ik hoop. Sorry. Sorry. In hoeverre, ja, leef jij het leven wat jij wil leven? En in hoeverre, ja, ben je blij met jezelf, met het leven zoals jij het leeft? Of in hoeverre denk je, goh, ik zou er toch wat wijzigingen in willen aanbrengen die voor mij goed zijn? En ja, in hoeverre maak ik echt bewuste keuzes? Want daar gaat het denk ik ook over bewustzijn. In hoeverre kun jij je bewustzijn verhogen? En ja, laat je die keuzes niet onbewust maken door maar gewoon de tv aan te laten. Maar denk je ook na één programma van, nou, ik zet de tv weer uit en het was weer een mooie voor vanavond. Dus ja, prachtige Gene Key, denk ik. Nou, daarin wens ik je heel veel wijsheid toe. Ah, hey.